Dus al hetgene dat hier tussen de haakjes staat, dat gaat worden in de output geprint. Dus het enige wat we moeten doen is eigenlijk de hello world vervangen met uw naam. En als we dan op de groene play-knop drukken, dan komt mijn naam in de output in de plaats van hello world. Als we iets anders gaan typen, abc, dan komt dat er ook uit. Het is wel belangrijk, omdat we met tekst bezig zijn, dat er dus van die dubbele aanhalingstekens voor en na de tekst moeten staan. Als we een getal zouden printen, dan moeten we gewoon het getal ertussen zetten.